Hallo allemaal, nieuwe video samen met Jens, de meester van JJ's. Vandaag gaan we het hebben over de vraag of meer leads voor bedrijven altijd wel de juiste keuze is. En we gaan het hebben over lifetime value, een black box voor heel veel bedrijven. En we gaan een zeer concrete case toelichten van een kapperszaak, maar die is ook geldig als je in een speelgoedwinkel bent of in een kledingwinkel of aan dezelfde krant regelmatig producten verkoopt, waarin je je omzet op bestaande klanten met 20% kan boosten door heel eenvoudige automatisatie. Daar gaan we het vandaag over hebben. We hebben een YouTube-channel, we hebben al heel wat video's gepost, altijd video's van 10, 15 minuten. En je zou ons een geweldig plezier doen als je subscribed voor ons YouTube-channel. Dat geeft ons de boost om verder te doen met deze video's. En dan mis je uiteraard geen enkele video die uitkomt. Subscribe kan hier. Ja, druk op de knop. Druk op de knop. Jens, is meer leads altijd de oplossing voor bedrijven? Niet altijd. Dus inderdaad, bij mijn klanten komen altijd aan mijn deur kloppen en zeggen, ja Jens, we willen adverteren. Waarom? We willen meer leads. Dan denk ik altijd, ja, is meer leads, is dat het doel van een onderneming? Puur gezegd, wat is het doel van een onderneming? Bij mij is meer business. Meer business, meer omzet. Ja. Als we dan altijd wat wij zeggen, is er zijn drie manieren om meer omzet te genereren. Dus inderdaad, ja, meer nieuwe klanten. Stap 2, duurder worden. Optie 2. Optie 3, meer verkopen aan dezelfde klant. Ja. En dat is vaak vergeten. De meeste bedrijven focussen op meer leads of meer nieuwe klanten. En dat willen ze dan vaak doen door meer korting te geven. Dus niet om duurder te worden, maar om goedkoper te worden. Dat ze dan hopen dat ze de grotere massa gaan bereiken. Ja, terwijl ze snijden hun marge. Ja. En dat kan een goede oplossing zijn. En dat is een stukje van de groei. Maar hetgeen dat zo vaak vergeten wordt, is gewoon meer verkopen aan dezelfde klant. Ja. En dat kunnen we eigenlijk onder de noemer onderbrengen. Hè? Dus focus ook eens op de lifetime value van de klant. Ja. Lifetime value, hè, dat is de gemiddelde waarde die de klant heeft in uw organisatie, doorheen zijn, levensjaren bij jouw organisatie. Dus als een klant bijvoorbeeld één jaar klant is voor €600, maar die blijft 3 jaar klant, ja, dan is dat 600 maal 3, dat is 800 euro. Ja. Dat is de lifetime value in dit geval. Dan. Ja, maar in heel veel cases of ondernemers waar ik mee spreek, is de lifetime value een complete black box. Ja. Ze hebben er geen idee van. Dat is een probleem. Lifetime value van één klant en dus ook geen zicht op de gemiddelde lifetime value van een klant binnen het bedrijf. Nee. Ja. Wat heb je nodig om de lifetime value te breken? Nummer 1. Ik zou zeker al een mailadres verzamelen. Ja. Dat je toch al weet van oké, het mailadres dat je dat hebt, is uniek. Ja. Ja. En dan ook natuurlijk een database, een CRM-systeem, waarin dat je dat mailadres opslaagt. Ja. Een CRM-systeem dat staat voor Customer Relationship Management. Dat is eigenlijk een soort database waarin je alle data van klanten gaat steken. Waaronder ook het mailadres, maar ook de naam, achternaam. Ja, wat concreet de data die je nodig hebt om die relatie met die klant te onderhouden. Ja, dat wil zeggen, elke keer als je iets koopt of als je iets bestelt, zit in dat CRM-systeem zodat je kunt zien wat die klant eigenlijk opbrengt. Ja, inderdaad. Nu, ik heb ooit lang geleden mijn mailadres achtergelaten bij mijn webshop Body & Fit. Ja. Ik zou het niet zeggen, maar ik ga regelmatig fitnessen. Dus ik heb daar ooit eens een supplement gekocht, van vitamine. En ik heb nu vandaag het test nog eens gedaan. Ik heb sinds mijn aankoop, zonder liegen, elke dag een mail gekregen. Elke dag. Dus om maar te zeggen van, ja, die mails, onderschat het niet. Het kost niks. Nee. Kost heel weinig, maar ik unsubscribe wel heel vaak. Ja, in dit geval ik niet. Waarom? Omdat ik, zij werken bijvoorbeeld Body & Fit, dat is een webshop. Ja, ze pakken het wel heel goed aan. Ze kijken ook naar mijn aankoophistorie, etcetera. En ze bieden ook interessante kortingen aan. Dus ik unsubscribe niet. Waarom? Nee. Omdat ik denk van, ja, misschien kan er dan eens een interessante korting tussen zitten. Dus het moet wel value zijn. Ja, absoluut. Ja. Dus je moet in dit geval onder mails gaan sturen met... altijd dezelfde boodschap. Ja, plus en ook niet relevant voor mij. Nee. Dus relevantie is daar ook wel een belangrijke. Ja, personalisatie dus. Personalisatie, okay. Heel belangrijk. Maar om het te zeggen van die mailadressen, dat is een eenvoudige tool ja. om eigenlijk klanten hun lifetime value te gaan verhogen. Ja.
Maar vandaag de dag zien we dat dat toch niet gebeurt. Hè? Heel weinig gebeurt. Ik koop regelmatig hier iets in de stad, hier in Leuven. Kan een bloemenwinkel zijn, kan een kledingwinkel zijn, kan bij de kapper zijn. En als je binnenkomt bijvoorbeeld in een kledingwinkel, zeggen ze, even kijken in ons systeem. Hè. Zeggen, je hebt maatje 41 van hemdjes in dit merk. Dus ze hebben een systeem. Ja. Bij de kapper, hè, waar we het in deze case over gaan hebben, want we hebben toevallig dezelfde kapper. Hè. Ik zie het. Dat gaat nog eens gaan. En dus als ik bij de kapper binnenkom, dan moet ik mijn naam opschrijven op een papiertje. Ja. Dan gaat die juffrouw gaat dan kijken in de computer. En dan hebben zij een terugkerend grapje. En dan zeggen ze, meneer, een nieuw huurcontract. Want dat wil zeggen 3, 6, 9 millimeter. Dus 3, 6, 9 is voor hun een huurcontract. Zeg meneer, opnieuw een huurcontract? Ja, opnieuw een huurcontract. Oké, fantastisch. Dus zij hebben een bepaald systeem waar zij data in opslaan. Ja. Doch, ik krijg nooit van die bedrijven een e-mail om mij te heractiveren. Ja? En dat is de case die we vandaag willen toelichten, specifiek voor een kapper, maar toepasbaar op heel veel andere bedrijven. En het staat hier al een beetje onder, achter op ons bord. LTV, Lifetime Value. En dus naar de kapper gaan is in mijn geval, staat niet in mijn nummer 1 kwadrant van de Eisenhower Matrix. Dat staat in mijn nummer 4 kwadrant. Dat wil zeggen, is totaal niet belangrijk. En bij gevolg heb ik veel uitstelgedrag. Er is altijd wel iets belangrijker dan naar de kapper gaan, totdat ik echt niet meer anders kan. Ja, hè? Ja, ja. Dus laat ons nu eventjes voor deze case zeggen dat ik gemiddeld, hè, ja, gemiddeld, om de 10 weken, hier staat het, om de 10 weken naar de kapper ga. En hoe kan de kapper nu veel meer omzet gaan halen uit mij door een e-mail automatisatie? Dus als ik 10 weken, om de 10 weken naar de kapper ga, dan ga ik 5,2 keer per jaar naar de kapper. Ik betaal er ongeveer €30. Maal 5,2 wil zeggen dat ik €156 per jaar spendeer bij mijn kapper. Stel nu dat die een e-mailautomatisatie doet en die stuurt mij een mail, want die weet wanneer ik geweest ben. En het systeem stuurt mij automatisch een e-mail na een week of 6. En die zegt, joh, het is weer lang geleden. Uw haar zal waarschijnlijk alweer heel lang zijn. Is het niet tijd voor een afspraak te maken? En die slaagt erin om mij niet om de 10 weken te laten komen, maar om de 8 weken. Tellen we even. 8 weken. Dat zijn 6,5 keer per jaar dat ik ga. €30 maal 6,5, €195. Zijn omzet op mij stijgt met 25%, ja, per jaar. Of lifetime value 25%. Als je elke klant je lifetime value met 25% zou kunnen stijgen, zou dat natuurlijk gigantisch zijn. Nu, dit is maar één manier. Er is één automatisatie die je één keer moet opzetten. Ja. En die gaat sowieso opbrengen. Misschien niet altijd 25, misschien soms 30, misschien soms 10. Maar die gaat sowieso opbrengen. Eén automatisatie. Maar er zijn andere mogelijkheden. Ja, er zijn er nog veel. Hè. Stel dat je zou weten, hè, wanneer die persoon verjaart, zou kunnen zeggen, ja, je verjaart bekam, je wilt er ook goed uitzien. Ja. Als je naar de feest gaat. Valentijn. Ja, Valentijn, hè, voor de vriendin. Je gaat bloemetjes halen ook, het bloemenwinkel. Ja. Maar je wilt er natuurlijk ook goed uitzien. Ja. Maar er zijn ontelbare voorbeelden. Hè. Er zijn ontelbare voorbeelden waar je kunt gaan zien in de data. Want dan kunnen we daar dan niks speciaals voor doen. Feestdagen, et cetera, et cetera. Maar dan, de belangrijke is om te onthouden, ja, vandaag de dag doen die kapperszaken of die bloemenwinkels of die kledingswinkels, die doen al aan communicatie. Die hebben een Facebookpagina, die hebben een Instagrampagina, ze communiceren. Ja. Maar wat daar een beetje het probleem is, zou ik zo zeggen, is zij communiceren wanneer zij dat willen. Ja. Dus zij stellen dat ze zeggen van, het is nog eens tijd, ik heb de tijd zelf, ik kan nog iets posten op Facebook, ik kan nog iets posten op Instagram. Ja. Dan is dat vanuit hun, zij communiceren. Wat eigenlijk moet er gebeuren is, je moet denken vanuit de klant. Vanuit de relatie van de klant met uw bedrijf. Stel inderdaad, je zegt van, ja, het is al 5 weken geleden. Dan moet er voor u een mail vertrekken van, het is 5 weken geleden voor de Jo. Hop, ja. En die mail moet vertrekken. Dus die communicatie moet 1-op-1 gebeuren en niet 1-naar-alle. Dat is eigenlijk de essentie. Ja. Eerst en vooral, ze hebben die data. Ze hebben die data. Ze doen er niks mee. En ten tweede, ze spenderen, ik kom vaak, niet van de kapper, maar van andere bedrijven, advertenties tegen die breed geadverteerd worden. Waar je misschien €1 à 2 kost per klik betaalt. Ja. Terwijl een e-mail sturen verwaarloosbare kost. Dus als je dat op 1000 klanten gaat berekenen, is dat verwaarloosbaar. Absoluut. Dus een zeer lage kost voor omzet verhogen. Want de doelstelling van bedrijven is omzet vergroten. Of marge vergroten. En niet
om nieuwe klanten binnen te halen. Dat is een tussenstap. Dat kan een KPI zijn, maar de doelstelling is gewoon winst gaan maken. Ja. Dus daar ligt soms het puntje 3. Meer verkopen aan bestaande klanten wordt vaak vergeten. Ja. En als we vragen aan een klant, van als je op nieuwe klanten focust, hoeveel wil je dan betalen voor een klant, dus de acquisitiekost, dat weten ze niet goed. Ze weten ook niet wat de lifetime value is. Nee. Dus als we nu erin slagen om aan de hand van het CRM-systeem de lifetime value 1 te verhogen en te weten wat de lifetime value is, dan ga je ook veel beter kunnen berekenen wat je wil besteden om een nieuwe klant binnen te halen. Ja. He, want als de lifetime value maar 100 euro is, dan mag je geen... En dat is omzet. Ja. Omzet. Ja, maar geen marge. Dan mag je geen 100 euro gaan besteden om de nieuwe klant binnen te halen. Nee. Dus dat moet wel in dezelfde lijn liggen. Dus inderdaad, op vlak van... En als we terug naar het voorbeeld gaan van een kapper. Je kunt niet iemand 200 dagen op een jaar bij de kapperszaak brengen. Dat gaat niet. Dus er is een maximum. Er is een maximum. Je zit daar eigenlijk beperkt aan hoeveel, wat de lifetime value kan zijn. En dan moet je inderdaad wel gaan zeggen van nu ga ik focussen op puntje 1, meer omdat is nieuwe klanten, dan mag je dat wel opzienen. Mm-hmm. Dus dan mag je dat wel. Maar inderdaad, je moet daar een goed beeld hebben van hoeveel mag je nu gaan spenderen om 1 nieuwe klant binnen te halen. Ja. Want anders zet je je marge aan het eroderen en dan houd je aan het einde van de rit niet veel meer op. En wat we nieuw over gehad hebben, komt me nu binnen, is als je de lifetime value gaat berekenen, ga je ook nog eens kunnen gaan segmenteren. Wat is de lifetime value van man of vrouw? Ja. Want vrouwen spenderen meer. Vrouwen zal ongetwijfeld hoger liggen. Ga misschien ook, zit misschien wel in de prioriteit 1 in de matrix. Ja, ja. En gaan meer spenderen. Wilt nog niet zeggen dat ze meer marge draaien, maar kan je wel berekenen aan de hand van lifetime value. Ja, absoluut. Absoluut. Oké. Goeie case. Goeie case. Hopelijk interessant voor jullie. Subscribe voor ons YouTube channel, want over 2 weken komt er een nieuwe video. Dank en tegen de kapper, ik ben er over 2 weken. Ja.